is hier aan de hand? Ja, we zijn druk bezig met een cosmetische verbouwing van het veerhuis inderdaad. Wij gaan een nieuw concept uitrollen, ook onder een nieuwe naam, Bras aan de Maas. Bras aan de Maas, waarom blijft het niet gewoon het veerhuis? Nou, het is zo, we willen naast de huidige doelgroep, die bij het veerhuis in voorheen kwam, die we graag willen behouden, willen we ook een nieuwe doelgroep betrekken bij bij Bras aan de Maas. Ja. En jij bent al jaren hier de bedrijfsleider. Ja, zeker. Ik ben sinds 2010 ben ik bedrijfsleider hier bij het Veerhuis in Ravenstein. En nu mede-eigenaar. Oh, je bent mede-eigenaar geworden. Ja. Samen met wie? Kees Lankaar. Ja, Kees Lankaar is mijn compagnon. Nou, dankjewel. En nog veel succes met de verdere verbouwing. Yes, dankjewel. Verklaar ik namens de gemeente Os het raadhuis 2.0, noem ik het dan maar eventjes, voor geopend. Het raadhuis is prachtig verbouwd. Kijk mijn ogen uit. Ja, hè? Het kost wel wat, maar dan heb je ook iets, zeggen ze wel eens. Voor de komende 40, 50 jaar. Is het weer klaar? Is het geschikt om goed gebruikt te worden? En we helpen heel veel verenigingen mee. En een ondernemer die echt van goede wil is. Dus ja, dan is het zo waard. Annemiek, je hebt een aantal jaren geleden een opdracht gekregen. Ja, er is een burgerinitiatief. En het raadhuis zou volgens de voorzieningenkaart niet meer tot het maatschappelijke vastgoed behoren. Tot de kernportefeuille van de gemeente Os. Dus ga eens kijken of er een bedrijfsplan, een haalbaarheid is om het pand anders te gaan exploiteren, zodat het niet meer op de kostenpost zou komen van de gemeente Os. Ja. Er waren een aantal burgers die hadden gezegd, we willen het raadhuis voor het publiek behouden. En dan waren het Gilde, de Heemkunnekring en het toeristisch informatiepunt. En een ondernemer. Nu zijn we ook nog in een prachtig gevulde winkel. U heeft vast de opname gezien die we van de week gemaakt hebben. Toen was alles nog leeg, toen waren ze nog druk bezig. Maar ja, je kunt hier eigenlijk voor alles terecht. En ik hoop echt dat heel veel mensen dit raadhuis een warm hart toe gaan dragen en er veel zullen komen. Al ruim 50 jaar staat Jan Koelewijn met zijn visverkoopwagen op de markten van Herpen en Ravenstein. Het is tijd voor iets nieuws. Per 25 maart heeft Jan een prachtige nieuwe viskar en per 1 april gaat Jan zelf met pensioen. Dag Jan, dag Thijs Koelewijn. We staan hier bij een oude viskar. Ik denk, hoezo oude viskar? Dat ding is toch nog hartstikke mooi? Hij lijkt misschien heel mooi, maar hij is 14 jaar oud. En de auto heeft 500.000 kilometer gelopen, net van de week. En nu wordt het tijd voor vervanging. Maar hoe lang ben je al visboer hier? Nou, ik ben hier al ruim 50 jaar kom ik hier al. En nu heb ik ook mijn zoon bij me. Want binnen enkele weken ga ik de zaak verlaten. Ik word wel invaller. Maar niet meer elke week. Want ik ben nu zowat 73 jaar en dan vind ik het wel welletjes. Wie gaat het overnemen? Ja, we gaan inderdaad de markten overnemen op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en alle activiteiten samen met mijn zwager en mijn zus inderdaad gaan we het verder stokje overnemen. Ja. En de twee dames die anders in de kast staan, gaan die weg dan? Die gaan niet weg. Die zeker niet. Dat hopen we niet. Die horen bij de inventaris. Ook bij de inventaris van de nieuwe kar? Ja, die blijven gewoon door functioneren. Hij gaat met pensioen. En dat is de opvolger? Dat is de opvolger. Zoon van Jan? Ja. Ah. Oh, ik dacht dat hij... We gaan elkaar nog wel zien, hè? Ja. Thijs, Ramon. Ja. Leuk. Wat vind je er nou van dat Jan dadelijk weggaat? Ja, dat is een hele aderlating voor Herp en Ravenstein, denk ik. Ja, dat vind ik ook, ja. Ja, nee, inderdaad. Het is hij laat heel wat jaren achter zich. Ja. Maar goed, hij moet ook gewoon van zijn pensioen gaan genieten, hè? Ik hoop dat hij dat gaat doen, ja. Ja, hij heeft geld zat verdiend, dus daar leg ik het niet aan. Nou, ik sta hier voor een prachtige tuk-tuk in Onder de Plag in Demen. En Marieke, jij kunt ons iets vertellen wat er vanavond te doen is. Ja, we hebben vanavond een ladies' fair.
georganiseerd. Speciaal dus voor de dames in en over Den Dam. En omstreken, iedereen mag natuurlijk zijn vriendinnen en oude zussen en broers meenemen. Maar vanavond is speciaal voor de dames hier een hele leuke avond met een markt. En veel gezelligheid, een drankje en een hapje. Ja. Ja, dat vind je hierachter. Ja, ja, hoe komen jullie tot zoiets eigenlijk? Want ja, er is natuurlijk een hele tijd niks geweest. Waren de plannen van tevoren al om zoiets te doen? Of? Ja, ze hebben gevraagd vanuit de plag om wat meer te organiseren. Dus vanuit de plag heb ik misschien het initiatief genomen om een paar dames aan elkaar te halen die hier wonen. En zeiden we jullie wat leuk vinden om te organiseren. Nou, dus de eerste vergaderavond kwamen we tot het idee om dan inderdaad in plaats van een Ladies Night een Ladies Fair te organiseren. Een Ladies Fair, wat is trouwens het verschil tussen een Ladies Fair en een Ladies Night? Nou, we dachten een fair is wat meer een markt. Dus we dachten van nou, we hebben echt leuke kramen bedacht. Dus laten we dat ja, echt een beetje de elite sfeer meenemen. Leuke markt, mooi aangekleed. En dat tegelijkertijd ook nog zo lang niks mochten vanwege corona. Toch ook inderdaad een veel gezelligheid. Hè? Dat vanaf nu of 11 dan de kramen op wijze van spreken een verkoop staken. En dat er dan inderdaad wat meer muziek is. En gezellige gelegenheid voor een drankje. Zodat we toch tot nu op één of door kunnen gaan. Pontjesdagen. Het vaagseizoen is weer begonnen. Maaike en ik fietsen vandaag een rondje Rabenstein met het pontje. 1 en weer. 1 en weer. 1 en weer. 1 en weer. Nou, we staan op het pontje. We varen van Rabenstein naar Neftrek in Gelderland. We maken de overtocht van Brabant naar Gelderland. Ja. Mag ik vragen wie u bent? Ja, natuurlijk. Ik ben Mirjam Keibek en ik vaar samen met mijn man, de schipper. Sinds vorig jaar zijn we bij deze stichting aangesloten en wij varen gemiddeld 1 keer per week over. Ja. Heen en weer, heen en weer, heen en weer. Mag ik vragen waar jullie vandaan komen? Het Westerhoven. En hoe komt u hier terecht? De camping. Met de camping. Ja. Waar ergens zitten jullie op de camping? Maasbommel. Maasbommel. Ja. U bent ook vrijwilliger. Wat moet je nou doen om voor je zo'n pontje kunt besturen? Nou, daar krijg je les in, denk ik? Of? Nou, je moet eerst zorgen dat je een vaarbewijs hebt. Je moet een zwemdiploma hebben, denk ik? Of, Het is makkelijk als je het hebt. Mm-hmm. Het is ook makkelijk als je een EHBO-diploma hebt en kunt reanimeren. Maar ja, echt verplicht is het niet. Mm-hmm. En ja, goed, dus je moet een vaarbewijs hebben. Dan krijg je instructie op het moment dat je dus goedgekeurd bent om als schipper te starten. Dit heet dan de overkant. Onthoud u dat dus goed. Want dit is van belang voor als u oversteken moet. Dat... Ja, mooi. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Zullen we het op de televisie zetten, hè? Dat begrijp ik wel. En felicitatie. Ja, fijn. Ja, 100 zeggen ze, hè? Ja. Ja. Mooie leeftijd, of niet? Ik heb het nog niet meegemaakt, ik ga er eens. Ik ook niet, dus... Niet over mee praten. Nee, nou dat komt dan wel, hè? Ja, dat wel, ja. Ja. Maar u bent geboren in Herpen? Ja, op de Koolwijk. En toen? Altijd gewoond? In doeken gewikkeld, hè. Ja? Woonde u op een boerderij? Of? Een boerderij en bakkerij. En bakkerij?
Ja. Okay. Bent u in uw werkzaam leven ook boer geworden? Boer gebleven. Mm-hmm. En wat was dat voor een boerderij? Koeien, nou, varkens? Uiteindelijk is het op varkens uitgelopen. En hoeveel varkens had u ongeveer vroeger? Ik meen het hoogste getal was van 1300. 13, dus dat was eigenlijk wel een hele grote boerderij, ja, voor die tijd, was, of niet? Ja. En u bent ook getrouwd op de Koolwijk? Op de Koolwijk is er al niet meer, niet in Huisling. Ja, maar kwam uw vrouw ook hier uit de buurt? Ja, uit Huisling. Oké. En hoe had u die leren kennen? Ja, dat zou wel op de kermis zijn, denk ik. Ja? Dat was vroeger, hè. Ja, de kermis in Herpen waarschijnlijk dan. Bijvoorbeeld. Ik denk niet... Ja, in Ravenstein had ik ook een. Oké. Je woont hier nog helemaal zelfstandig, heb ik begrepen, hè? Ja. Dat is toch ook wel een hele prestatie op deze leeftijd. Ja, dat is het natuurlijk, hè. Ja. Daar mag je ook dankbaar voor zijn, toch? Ja, zeker. Ja. Nee, maar ik ben ook dankbaar. Ja, maar u hebt hier nog een prachtige tuin en een kastje staan. We zitten hier niks, is 100%. Ja.